Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Chatmo. Vandaag zijn we in Eindhoven en we gaan een challenge doen. Kijken wie het snelst een kapsalon kan eten. Ik ben met de heer Erik da Silva die mee gaat doen. Yeah, yeah. Oké, dat moet je dus echt nooit meer doen. We zijn met kleine John. Wat doe je? Laat me schrikken, bro. Wat, ik liet die camera nog bijna vallen. Jezus, ik begrijp echt niks, man. Dit is jullie humor. Maar we lopen door de straten van Eindhoven. We gaan een kapsalon halen. Wie denk je dat het snelst gaat eten? Johnny boy. Ik denk ik, man. Ja? Ja, man. Fun fact, jongens. Erik drinkt al de hele dag Fanta Lemon. Hola. Sinds ochtend gewoon. Gewoon, dit zijn de derde blikje of zo. Jongens, laat me weten welke Fanta jullie het lekkerst vinden. Doe mij maar een Exotic. Mijne ook Exotic. Deze boys hebben in de tussentijd al een ijsje gehad en zo. Hij heeft ook ijsje. Ik heb niks. Sorry, man. Ja, ik ook niet, dus geen stress. Deze pikken heeft John net van me gemaakt. Ik weet niet hoe je het hebt gedaan, bro. Maar ik denk dat het tijd is om meer Insta-foto's te schieten. Ik kan dat ook, ja. Lelijke mensen, mooi. Grap. Hey, dat moet je niet zeggen. Maar mensen, ik had dus laatst ook Insta-foto's geplaatst. Ze zijn goed ontvangen. Ik zag 5000 likes, 6000 likes. Sommigen misschien wel 7000 likes. Dus volg je mij nog niet op Insta, ga me volgen. Want ik ga vaker pika's plaatsen. Die pika's maken we zo, snap je? Zorg eerst dat die belichting goed is. Mo, ben je ready? 3, 2, 1, klik. 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 Beweging. Doe alsof je loopt. Lopen? Ja. Wat is er voor awkward loopje? Die loopt. Gewoon deze. Die één stap. Hi. Juist. Ik wil ook hier een pika. Je wil nog deze. Stap eens mee achter. Nee, sta op. Je denkt je bent stijl in Amerika. Hij zegt nog sta op. Wauw. Het werkt, hè? Kijk. Hé, hey, schatje. Je contouren zijn wel scherp hier. Oh ja, hier ben ik fris, hè. Oké, thanks man, John. Hey, hij zegt niet eens bedankt of zo, hè. Van thanks voor de compliment. Wat? Iemand zegt dank. Yo, bro, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor die dankjewel. We zijn in de garage. Oké, ijsje is op. We hebben mooie foto's geschoten. Nu is het tijd om een kapsalon buiten te gaan eten. Zijn jullie ready? Je hebt mijn bril gewoon gestolen. Wie denk jij dat die kapsalon sneller gaat eten? Ik. Oké, dat is duidelijk. En kleine John? Kleine John, wie denk jij dat sneller gaat eten die kapsalon? Me. Dat gaan we nu zien. Hey, en we hebben ineens kapsalon voor ons. Drie grote kapsalons. Boys, ik heb hier een telefoon met een timer, zoals jullie zien. Jullie krijgen een timer in beeld. Jullie krijgen gewoon die timer in beeld te zien. We hebben alle drie even drinken. Ik heb wel honger, man. We gaan proberen zo snel mogelijk dit op te krijgen. Zijn we ready? Oké. Ja, man. Timer gaat zo snel mogelijk, hè? Ja. 3, 2, 1. Nee, ik klikte niet. Wacht. Oh, ik zeg het. Ik ga hem nu klikken. In 3, 2, 1. We gaan niet praten met elkaar. Hoe gaat het? Ik ga niet finishen. Maar fuck, we moeten wel praten met elkaar toch? Oh. Kapsalon is echt niet ver, man. Hij is over, man. Ik vind het wel een goede kapsalon, hoor. Nou, man. Hou nog eens een kapsalon bij. Pie. Yo. We zitten op een minuut. Mensen, we hebben geprobeerd om een kleine kapsalon te halen. Maar hier in Eindhoven hebben ze nergens een kleine kapsalon blijkbaar. Wat doe je allemaal? Wow, ik heb even geen adem, man. Met drinken gaat het er sneller doorheen. Ah, zie je? Hij is mijn zoontje, hij wil op mijn lijken. Doe dat niet open. Zeg maar, jij gaat niet drinken? Nee. Je doet hem open voor lucht? Ja. Oké. Okay. Niet voor nu. Zoals. Tamara. Ik kan gewoon rustig gaan eten, bro. Kijk hoe het ver is. Echt? Ja. Lekker ver? Nee, natuurlijk niet. Je bent net begonnen. Ik heb gewoon best wel veel op, hoor. John en Issa verder. Ik krijg het gewoon niet op mijn vork, ken je die? Ik ben de hele tijd dit aan het doen. Door die kaas. Weer! Die kapsalon is wel spannend, man. Het is wel lekker. Denk je dat iemand jou serieus heeft verstaan? Die kapsalon is lekker. Ik vind die lekker? Ik vind hem wel lekker, alleen ik krijg normaal gesproken nooit een grote kapsalon op. Ik weet niet van jou. Ja, ik had die ook. Hij zat vast. Ik eet alleen kapsalon met kipfilet, dus dunner. Ik vind het echt niet lekker, man. Ik ben al gestopt met snel eten, ken je die? We zitten wel op 4 minuten, dus... Doe snel, broer. Voor 5 minuten. Voor 5 minuten? Ga weg, man. Ik heb nu pas de helft op. Nee. Jawel. Mm-hmm. Bijna. Kleine speler. Kom niet, John. Kleine speler. Erik, ik heb honger, hè? Is er geen eten meer op mijn bord? Dan eet ik gewoon hele bord. En het is jammer, jij kan niet ademen, man.
Ik heb alleen nog restjes. Dus nu eten op mijn rust. Kijk eens, ik kan jullie wel met trots zeggen. Ik heb in 5 minuten heb ik de helft van de kapsalon op. Dat is een prestatie. Dat is een prestatie, toch? We zijn even ver. Dus ik blijf van boven. Ik heb geaccepteerd dat ik niet meer opkrijg, man. Nee? En het mooie eraan ook is, kijk. John heeft zijn eten op, 5 minuten 40. Wow. Nee, trouwens, geen 5 minuten 40. Je mond is niet leeg. Zo. Maak je mond even leeg. Hey, 6 minuten. Oh, hij zit vast. In 6 minuten heb je hem op. Erik, ik zal wel voor die 6 minuten 30 gaan. Je besluit presentator te worden. Ja, gewoon presentator, man. Ik heb al geaccepteerd, ik ga dit niet opkrijgen. Trouwens, ik ga het wel opkrijgen, maar dan moet je me de tijd geven. Go Erik, go Erik. Zij wil die kapsalon met curry en knoflook. Knoflook. Zij klemtjes paaien, weet het zelf toch ook. Toch ook. Zij komt uit Rova, zij met Java en die chaps. Top. Soms eet ze konak of papi, jij weet toch. Weet dat. En je vader is nog erger, man. Hé. Mama is zo bonker en hij pakt alle procenten. Weet dat kan je. Je wenken. En Erik die is klaar. En je weet hij heeft gestreden voor die kapsalon. Je weet het. Dat moest je eens weten. Oké. Want je ooit krijgt een tik van Makkades. Ik zeg je broertje. Ik wil staken. Het is een grote kapsalon toch? Jullie hebben hem allebei op. Jij 6 minuten, jij 7 minuten. Ik heb de helft op in 5 minuten. Dat is een prestatie. Nee bro. Is beter dan jullie. De helft je doet niet eens moeite, dat is het probleem. Ja, ik zou kotsen, dat is het probleem. Ja, maar wij gaan ook gewoon door. Ik denk dat ik aan het genieten was. Deze kapsalon was echt vies, hè? Die was gewoon lekker. Hij vindt het lekker, jij vindt het vies. Ik vind het gewoon zielig man, wat hij te eten krijgt thuis, man. Wie ik? Oh, hij. Hey. Hey. Jij. Ik begrijp heel deze dus niet. Hé, die drinken is wel aan, man. Je kan nooit eten ergens halen en zeggen die drinken was alleen aan. Hey, geef me gewoon die bakken en dan ben ik er vanaf. Ga jij eerst? Wat ga jij eerst? Sla mij gewoon. Sla mij gewoon, hè? Ik ben wel een beetje bang, maar het kan graag snel. Ik neem aan niet te hard, toch? Nee. Waarom? Oh, Wolle, trouwens. Hey, laat mij met een disclaimer komen. Wolle, geef mij hard. Kijk wat er met jou gaat gebeuren volgende keer. Pas, kom. Oké, is goed. Je hebt zoveel geluk, jongen. Wacht. Die was niet hard. Die was perfect. Die was gewoon lekker in die nekje gooien. Lekker toch? Of brandend. Wedstrijdje wie als eerste drink op krijgt in 3, 2, 1. Besef dat hij het minst had, hè? Dat is een grap. Helemaal niet. Wolle, ik had meer dan de helft. Oh, mijn wacht. Mijn was helemaal boven. Mijn ook. Ben je klaar? Nee, natuurlijk niet. Ik heb nog prik alles. Met wie vecht hij dan? Met zichzelf. Ja. Kijk wie nu een bakka krijgt. Huh? Huh? Dat is toch wel de laatste takkie. Nee. Het is een nieuwe challenge. Hoe kan hij opeens een nieuwe challenge doen? Hoe kan dat? Hoe kan wat? Je hebt hem geaccepteerd, toch? Nee. Jawel, je hebt gedronken, toch? Nee, omdat iedereen zag drinken. Dus je hebt hem geaccepteerd. Hou je ellebogen laag. No. Schouders. Ik vind die niet eerlijk. Ik vind die niet eerlijk. Nee, je zei ik vind het niet erg. Nee. Ik zei eerlijk. Bro, Chatmo. Aina, zie je kijkers, hij is bang voor Chatmo. Klaar. Je bent niet bang voor mij. Luister, ik zeg jou wat, de volgende... Als je hard doet... lijken. Nee. Okay, doe dan. Ik ga niet op je lijken. Je hoofd gaat echt zweven dan. Ik ga echt hard doen. Goed joh. En jullie hebben dit gezien, hè, kijkers. Je hoofd gaat nou doven. Ja, bro, deze klap was gewoon. Dat is stevig, joh. Die is een kletsen, bro. Maar mag ik ook geven? Ja. Nee, eigenlijk niet. Ik wil jou geven, maar... Nee, gewoon, jij moet ons allebei gewoon geven. Jij hebt als wat, eerst. Wat, bro, ja, klaar. Dat dacht ik ook. Als eerst, hij. Maar eerst. Ik spaar jullie mensen gewoon. Nee, hoezo spaar je hem? Hoezo? Jij kan niet mij doen en dan hem niet sparen. Hé, dat is kind of zacht. Ja. Heb je al gedaan? Ja, ik heb jou gedaan. Eet de boy uit Tilly. Nee, dat kan je niet zeggen, bro. Dat heb ik niet gezegd. Voor het meedoen kun je bedanken voor het kijken naar de video. Laat een reactie achter met wat er voor. Wow, rustig bro. Mensen weten niet wat ze moeten doen. Kijk, die man komt. Dat was ook voor de grap. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de video. Ik wil jullie even zeggen dat we ook op een plek zitten hier in Eindhoven. Bij een stoel, tafel, dat niet van ons is. De eigenaar kijkt ons nu op het moment. Oh. Soortig aan. Zij worden weggestuurd. Volgens mij gaan we weg worden gestuurd. Dus ik wil jullie vragen om de video te liken.
En te reageren wat we de volgende keer moeten eten. Ik hou van jullie, die mannetje komt er nu aan. Ik hou van jullie, beslijm maar, doei. Laten we gewoon wachten tot hij komt. Nee, hij gaat nu komen. Hij komt met zijn team. Wallah, ik zie twee man opkomen. Ja, hij komt, hij komt. Hij komt niet meer. Ik hou van jullie, ciao.